In het Art Deco bloemstuk wat we aan het maken zijn, is het heel leuk om deze sierkolen te gebruiken. Die passen er heel mooi in. Waarom is dat eigenlijk? Je gaat het niet heel erg uit elkaar neerzetten, maar goed compact tegen elkaar aan. Dit is net mozaïek wat je hier aan het doen bent. Dit is trouwens wel een hele mooie cirkel, hè? Dat is de Antonina. Maar je hebt heel veel verschillende soorten. En die heb ik hier ook allemaal neergezet. Het leuke is eigenlijk dat ze op een gegeven moment gekweekt worden. Dan staan ze op het land. Dan heb je van die hele lange sierkolen. En die sierkolen die zijn zo lang, met allemaal blad eraan. En er is eigenlijk niet zoveel aan. Dan gaan ze dat helemaal met de hand gaan ze dat pellen. En dan blijft dit over. Dat is eigenlijk net een roos om te zien. Ja, sierkolen, die kunnen natuurlijk nogal stinken. Denk er maar eens aan als je boerenkool aan het maken bent. Dat ruik je door het hele huis heen. Deze zijn op een speciale manier gekweekt. Dus ruiken, dat doen ze niet.